Verschrikkelijk stom, de bibliotheek met de bloemen. En volgens mij is het iedereen die er is, het er wel maar eens. Dus waren van de moon liefst 1250 handtekens terug de squalbeen in Warkum Oenbeen om de sluiting van de bibliotheek te keren. Neffens de squallering zou zelfs de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaan als de bibliotheek dichtmat. Wij hebben opdracht gekregen van de Oerhiet om in dit achterstand gebied taal en lezen op te krikken. En ja, als wij daar geen materiaal voor hebben, net genoeg, dan is de bieb gewoon onmisbaar. Soms kom ik hier gewoon de hele week lang, elke dag. En als die bibliotheek er net meer is, wat dan? Nou, dat vind ik gewoon hartstikke stom, want dan moet ik bijvoorbeeld helemaal naar Bolsward. Maar nevens de bibliotheekdirectie zal het een tour worden om Warkum iepen te houden. De onkundige bezuiniging van 400.000 euro komt bovenop de 150.000 die al inlever is. Van de zaanvestigingen in Zuidwest-Friesland zullen er daar toch 4 dichtmatten. Ek Makkum wordt met sluiting bedriegen. Dat zou heel raar wezen. Makkum is net helemaal verbouwd en opnieuw ingericht. En Makkum staat op de nominatie om de beste bibliotheek van Nederland genoemd te worden voor 2012. Dus onvoorstelbaar. Alleen de bibliotheken in Snits en Bols het bleven dan nog iepen. Minnijs voor de dwarpen. Want met haast 900.000 uitliende boeken en 400.000 bezoekers had de bibliotheek ook een sociale functie. Mensen die tijdelijk net werkje kennen, mensen die alleenig binnen, daar is de bibliotheek de ontmoetingsplek voor. En wat vindt u het mooiste boek wat u ooit lezen hebt? Dolfje Weerwolfje. En dat hier stek uit de bibliotheek? Ja. En als dat aasen net meer kind die mooie boeken lienen, wat dan? En dat vind ik verschrikkelijk.